Hallo, ik ben Kokkie Hogeveen van Voetentraining en ik ga je helpen bij het oefenen van je voeten. Oefening 16 alweer, de romp losser maken. Deze week ga je de romp losser maken. De romp moet goed kunnen bewegen om goed te kunnen lopen. Laten we beginnen. Om makkelijk te kunnen lopen moet het bekkengebied ook los zijn. En met deze oefening gaan we het bekken stilhouden en de romp bewegen. Ga op beide benen staan. Neem evenveel druk onder de linkervoet als onder de rechtervoet. En evenveel druk onder de voorvoeten als onder de hielbenen. Neem een vast punt waar je naar kijkt en voel nu dat je uitgestrekt staat. Breng nu de arm langs het oor en beweeg de romp naar de andere kant. En combineer dit met de inademing. Ga weer terug en adem uit. Herhaal dit 10 keer. En als je arm niet zo hoog gaat, geeft dit niet. Concentreer je dan op de opening van de ribbenkast. Gaat het wel goed, dan kan je je andere hand gebruiken om te helpen bij deze oefening. Doe het 10 keer en doe hetzelfde voor de andere kant. Veel succes met deze oefening. En probeer elke dag iets te doen, hè? Dus of een massage of een oefening. En doe het met liefde.